Klaas Wilting, hartelijk welkom. Ik mag Klaas zeggen. Ja. Iemand nog de hartelijke groeten krijgen van Sean van Heuvel. Die sprak ik zojuist nog even. Jij schijnt zijn leermeester te zijn. Wat heb je hem geleerd? Leermeester. Ja, dat zegt hij. Ja, nou, ik zat al bij de voorlichting. Sean kwam toen bij de voorlichting, bij de interne communicatie. Okay. En ik was de chef van de hele voorlichting. En Sean was al hij kon al goed schrijven. Want dat was natuurlijk belangrijk voor de interne communicatie. Een verschrikkelijk aardige jongen, moet ik zeggen. Ja, vind je? Dat vind ik nu nog steeds. Oh, okay, dat vind ik nog steeds. En anderen mogen er anders over denken. Dat is geen enkel probleem. Iets zonder zijn wereldgrootste. Maar het is in elk geval, ja inderdaad, het is een wereldgrootste. Ja. En ik heb nu nog regelmatig contact met hem. En ik denk dat we binnenkort ook met elkaar weer even een hapje gaan eten. En, maar heeft Sean nooit een pet op gehad en zo dan? Die heeft alleen maar... Sean is politieman geweest. Met snor toen nog, toch? Ja. Ja, nee, dan weet ik het weer. Maar dat niet alleen. Maar Sean heeft zelfs bij de kruipdoor-sluipdoordienst gezeten, zeg maar. De kruipdoor-sluipdoordienst. Ja, dat vraag ik me ook even af. Ja? Wat moeten we daaronder verstaan? Nou, dat betekent dat je dan onder de criminelen gaat en dan probeert informatie los te krijgen. Undercover heet dat dan tegenwoordig. Undercover, maar ik noem het kruipdoor-sluipdoor. Oh, dat vind ik een hele mooie term. Ja. Ja. Nou heeft u een nieuw boek geschreven. Ik mag ook je zeggen, geloof ik, hè? Ja, hoor. Ja. Ja. Gevaar loert overal, maar op de zijkant van de koffer zie ik gevaar met 3 A's staan. Hoe kan dat? Het is ook gevaar loert overal. Oké, maar op de voorkant staat het niet. Op de voorkant staat het goed. Nee. Ja. Nee, maar goed, en daarom is het ook altijd goed. Maar dat weet ik niet. Maar in elk geval is het goed. Ja, er staat 1 A te veel, als ik het zo zie. Nou, ik vind gevaar... Loert overal, vind ik ook mooi. Ik denk dat dit gewoon een collectors item wordt. Ja, daarom is ook zo. Straks komt een tweede druk, want die komt natuurlijk bij dit mooie boek. Alleen de ellende is, dat het staat niet alleen op dit boek, maar het staat natuurlijk op alle boeken. Als het een collectors item is, dan zou het op 1 boek moeten staan. Je komt er nu net pas achter, begrijp ik ook. Ik moet zeggen dat ik het nu ook pas zie. Ja, nee, ik zie het liggen. Ik denk, er staat gevaar met 3 A's. Ik haal het onmiddellijk weg. Nee, nee, tuurlijk niet, want de voorkant staat goed. Ja, ja. Veel belangrijker, het boek is natuurlijk weer vanuit liefde geschreven. Ja. Ik las in de intro, je zit nog steeds tussen de plakboeken, de dvd's. Je zit jezelf graag terug te kijken, toch Klaas? Of niet? Nou, het gaat niet om mezelf graag terug te kijken. Het gaat mij erom, wat gebeurde er in die periode? En het is natuurlijk mooi om te weten dat heel veel zaken in oude plakboeken staan. Die overigens niet van mezelf zijn, maar... door een ander zijn geplakt en bij mij... Wie dan? Aan het bureau voorlichting. Oh, echt een collega, zeg maar. Nee, geen collega. Een man die al lang dood is nu. Oh. Maar die heeft het allemaal in een plakboek gedaan. Alles wat met de politie te maken had... maar vooral wat met verdovende middelen te maken had. En ik moet zeggen, dat zijn voor mij collectors items. Als je ziet, ik heb 2 stapels van... ik denk ongeveer een 30, 40 boeken. En daar staat eigenlijk de hele geschiedenis in. Oh. Maar wat ik in dit boek heb gedaan... Ja? Er staat natuurlijk wel veel over verdovende middelen... hoe dit allemaal zo is gekomen. En ik moet zeggen dat ik echt het verwijt maak aan de politiek. Niet aan jou, persoonlijk, want jij zit er pas in. Nee, niet, maar de rest... Ik ben overigens geboren op een boerderij. Oh, even tussendoor. Okay. Ja. Maar goed. Ja. Maar... Ik heb ook kaas. Ja. Ja. Even tussendoor. Ja, en eieren. Dat nou, vergeet je heel nog. Lekker, ja. Dat vergeet je nog. Nee. Maar in elk geval... wat gewoon belangrijk is, en dat zie je hier ook heel duidelijk in... dat door het beleid van de overheid, tekort aan politie, het gedoogbeleid... en je ziet dat het al is begonnen met de softdrugs... vervolgens ecstasy, vervolgens cocaïne... als ik zie dat ik elke keer moest vertellen over hoeveel heroïnedoden er waren gevallen... tot en met een meisje van 13 jaar, wat hier dus ook in staat... en dat de overheid er eigenlijk niets aan heeft gedaan... en dat we op dit moment, als je naar Nederland kijkt... wij eigenlijk de grootste producent zijn van ecstasy. Hmm. Ja, we zijn toch een beetje het Colombia van het Westen? Ja, daar begint het langzamerhand ook een beetje op te lijken. Maar het is natuurlijk wel verschrikkelijk... want ze roepen elke keer over ondermijning, over wat er allemaal is gebeurd... maar daar hebben ze zelf voor gezorgd. En ik noemde het ook dat in feite de overheid verantwoordelijk is... of je zou bijna kunnen zeggen dat de overheid... de georganiseerde criminaliteit heeft gefaciliteerd. Ja. En we zijn nog niet aan het einde. En als je echt gaat kijken naar... en ik zie het natuurlijk over de loop van de jaren... als je echt gaat kijken, dan zie je dat 50-60% en misschien nog meer... van alle criminaliteit waar we mee te maken hebben... heb ik niet alleen over georganiseerde criminaliteit... maar inbraak in woningen, tasjes erover. Nou, vul het allemaal maar in. Toch te maken heeft en een relatie heeft met verdovende middelen. Maar hoe staat u tegenover het reguleren van drugs? Bijvoorbeeld het legaliseren.
Want dan kan je als overheid natuurlijk wel het reguleren. Je hebt zekerheid over de kwaliteit van drugs. En je, ja, je zet steeds eigenlijk een spaak tussen het wiel van die drugshandelaren. Het hangt er vanaf waar je naar kijkt. Of je nu kijkt naar de harddrugs. Of als wanneer je alleen maar kijkt naar de softdrugs. Ja. Maar ecstasy bijvoorbeeld, legaliseren van ecstasy. Nou, ik ben er persoonlijk op tegen. Maar in mijn boek schrijf ik niet over of je moet legaliseren of niet legaliseren. Waar ik in mijn boek over schrijf is het stomme beleid. Het is verboden. En als je het verbiedt, dan moet je het ook aanpakken. Dat ben ik met u eens. En dan mag het niet zo zijn dat je het gaat gedogen. Want als je het gaat gedogen, dat betekent gewoon... Waarom zijn de criminelen nou zo rijk geworden? Die zijn rijk geworden door het gedogen. Betekent als jij naar een softdrugs of naar een koffieshop gaat... dan mag jij rustig voor eigen gebruik kopen. Aan de achterkant komt de crimineel om die softdrugs te brengen. En dat betekent gewoon dat die er schatrijk van is geworden. Je faciliteert het eigenlijk. Je faciliteert het. Tweede is, als je naar de ecstasy kijkt... ik had het er net over. Nederland is de ecstasy-producent van Europa. Misschien wel van de hele wereld, maar in afval van Europa. Dan zegt de overheid, ach, één pilletje moet toch kunnen... Dat zouden we misschien allemaal wel zeggen. Maar één pilletje wordt 1 miljoen pilletjes. Worden 2 miljoen pilletjes, worden 3 miljoen pilletjes. Of je geeft het vrij, waar ik overigens een tegenstander van ben... maar daar gaat het niet om. Of je geeft het vrij, maar als je het verbiedt... en je zorgt ervoor dat ze allemaal bezig zijn met het produceren van ecstasy... betekent gewoon dat je als overheid volledig hebt gefaald. Ja. Dat is nog een ander groot probleem. En dat begon al in de periode toen ik bij de politie zat. Dus, ik had net zo goed in de file kunnen blijven zitten. Maar... Ja. 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 Het is ontzettend bevlogen. Nee, maar dat mag. Dat gebeurde al in de periode toen ik bij de politie zat. Dat in feite er altijd een groot tekort aan politiemensen is geweest. Ja. Dat wil je deze problemen echt aanpakken... dan moet je bijna, zo noem ik het, maar een overkill hebben. Dus het betekent dat je veel meer politiemensen moet hebben. Wat heeft de overheid gedaan? Die heeft de politie eigenlijk uitgekleed... en wat hebben ze daarnaast gezet? Hebben ze dan de toezichthouders... Ja. En al die andere mensen erbij zitten. Waar ik groot respect voor heb over, zo voor die mensen. Maar wat dat ze vind doen. Ik inderdaad ook iets raars, hè, wat u nu aanhaalt. Want daar zat ik zelf ook aan te denken. Kijk, de politie, die krijgt de taken worden overgeheveld naar BOA's en toezichthouders. Ja. Maar vervolgens worden die BOA's en toezichthouders niet gefaciliteerd om dat werk te doen. En uiteindelijk, weet je, loopt iets uit de hand. Moeten ze toch weer de politie bellen, omdat zij bepaalde handelingen niet mogen verrichten. Ja. Dat is dan toch, dat is wel een paard achter de wagen spannen. Ja, is ook zo. Het zouden dit nooit moeten doen. Ik zeg ook. Wat we nu hebben is in feite, we hebben 2 soorten politie. We hebben de landelijke politie, wat al een grote fout is geweest in die tijd. De landelijke politie en we hebben de gemeentepolitie. En de gemeentepolitie, dat zijn de BOA's en de toezichthouders. Ja. Daar is de fout al gemaakt. Als je naar de landelijke politie gaat kijken, naar de politiemensen... is de opleiding natuurlijk ook anders. Ja. Het betekent ook, als je de mensen wil aannemen, is ook al anders. Wat ze hadden moeten doen is, je mag best BOA's hebben en toezichthouders... maar niet voor alle zaken waar ze nu voor ingezet worden. Dus je had gewoon het politiekorps moeten versterken. En het voordeel daarvan was geweest dat je in feite daarmee heel veel geld verdient. En waarom? Want als je niet zorgt dat Nederland veilig is... en Nederland is niet veilig, maar als je niet zorgt dat Nederland veilig is... betekent dat meteen dat de gezondheidszorg ook extra kosten maakt. Want mensen die zich niet veilig voelen, zeker als je naar oudere mensen kijkt... Ik ben dan een van de jonge oudere mensen. Maar goed, als je naar oudere mensen kijkt, dan betekent dat gewoon... Heeft ze weerslag. Maar even naar het boek toe uiteindelijk. Daar staan natuurlijk heel veel anekdotes in. Maar uiteindelijk spreek je dus ook je zorgen uit over de toekomst. Dat is eigenlijk wat je nu probeert duidelijk te maken. Ja. Nou, wat ik heb gedaan is niet alleen het verleden te beschrijven... maar ook meteen naar deze periode te kijken. Ja. En daar heb ik inderdaad behoorlijk wat zorgen over. Want men heeft altijd geroepen dat de criminaliteit naar beneden ging. Dat is niet zo. De criminaliteit is in feite de laatste jaren alleen maar gestegen. Ja, dus er moet meer geld vrijgemaakt worden voor politie, voor bestrijding, voor... Ja, je moet meer politiemensen. Nou, wat zegt onder andere Rutte? Die zegt, de politiescholen zitten vol. Dat klopt ook. Alleen hij vergeet er even bij te zeggen dat er heel veel mensen gepensioneerd uitgaan. Ja. Dus het betekent dat in feite de komende misschien wel 5-10 jaar de politie absoluut niet op sterkte komt. Maar ik heb al aangegeven, wil je toch zorgen dat de criminaliteit verder naar beneden gaat. Met name de georganiseerde criminaliteit en met name ook ten aanzien van drugs. Heb je een overkill nodig. Je hebt voorlopig een overkill nodig om dat verder
naar beneden te krijgen. Ja. Je moet wel zeggen, Klaas, je bent 20 jaar geleden met de FUT gegaan. Maar dat merk je niet helemaal aan je. Je zit er nog wel helemaal in. Hij mag wel politiek adviseur worden op politie- en justitiegebied bij de BBB. Kunnen we u een keer bellen als we advies nodig hebben? Ze mogen altijd bellen. Ja, toch? Ja, hoor, dat is geen enkel probleem. Want nou, weer een medewerker erbij. Maar, zeggen, ja, je probeert ook een beetje uit te wisselen onderling ook. Hè, met die beleidsmedewerkers enzovoort. Ja. Het ziet er nog goed uit. Ja, het gevaar. Met die extra A, dat is alleen al hartstikke mooi. Ja. Gevaar loopt overal. Ja. En dat is het. Nee, maar waar gaat het om? Als het hier gaat om gevaar loopt overal, betekent voor politiemensen hoe gevaarlijk het werk is. Want mensen praten altijd over die politieman die achter de boom staat en een bekeuring uit. Nee, het is echt levensgevaarlijk. Nee, dat wordt hier duidelijk in beschreven. Ik ken alle verhalen van John, dus wat dat betreft.